Oké, okay, in dit filmpje leggen we het verschil uit tussen temperatuur en warmte. En in een volgend filmpje gaan we daar dan oefeningen op maken. Hier heb ik een animatie in Scratch gemaakt eh, om aan te tonen wat de temperatuur eigenlijk is. Ja. Dus je ziet hier de deeltjes trillen. En dat is normaal bij een bepaalde temperatuur. Maar hoe hoger we nu de temperatuur duwen, hoe sneller dat die deeltjes gaan beginnen bewegen. En dit stelt eigenlijk een hasvormig gegeven voor. Ja. Dus, de temperatuur is een manier waarop we de snelheid van de deeltjes meten. Of dus anders gezegd, een maat voor de snelheid van de deeltjes. Hier hebben we het over warmte. Warmte dat gaat over een temperatuurverschil tussen twee voorwerpen. In dit geval. Zijn er hier twee handen, maar die hebben dezelfde temperatuur? Dan is er geen energieoverdracht, dan is er geen warmte. Maar als ik een ijsblokje in deze hand leg, dan is er effectief een temperatuurverschil. Hier is de temperatuur veel lager dan aan deze kant. Er zal dus energie overgedragen worden van onze hand naar het ijsblokje toe. Het gevolg zal zijn dat dat ijsblokje zal smelten. En dat onze hand sowieso koud zal aanvoelen. Ja, dus de temperatuur van zijn hand zal dalen. Het ijs, de temperatuur van het ijsblokje zal stijgen en het ijsblokje zal smelten. Totdat er een gelijkheid is in temperatuur. Vanaf er geen temperatuurverschil meer is, is er ook geen energieoverdracht. En een volgend voorbeeld, als ik hier in die koude hand een tas koffie zet, is er opnieuw een temperatuurverschil. Je hand is veel kouder. Dan de tas koffie. Of er is dus weer een hogere temperatuur hier. Van de hogere temperatuur, de kant van de hogere temperatuur, de tas koffie, zal er energie overgaan naar het voorwerp met een lagere temperatuur, in dit geval je hand. De, de temperatuur aan de, van de koffie zal zakken, terwijl de temperatuur van je hand zal stijgen, tot er geen temperatuurverschil niet meer is. Vanaf dat moment is er geen energieoverdracht meer. Dus we kunnen kort samenvatten dat er sowieso een temperatuurverschil moet zijn tussen twee voorwerpen om over warmte te kunnen spreken. Het is de energie die overgaat van een warm voorwerp naar een kouder voorwerp als gevolg van hun onderlinge temperatuurverschil. Een warmer voorwerp en een kouder voorwerp, dat bepalen we uiteraard nu met de temperatuur. Ja. Oké. Okay. Dus als we even kort samenvatten. Hebben we de temperatuur en de warmte? Dat zijn twee verschillende stukken. Temperatuur, dat gaat over de snelheid van de deeltjes binnenin. En warmte, dat heb je pas als je een temperatuurverschil hebt. En het is een energievorm. Je hebt dat trouwens gezien in thema 3 over energie. Het is een energievorm waarbij dat er energie wordt overgedragen van het ene voorwerp naar het andere voorwerp. Het symbool van temperatuur is de Griekse letter theta. Het symbool van warmte is de letter q, maar die zul je nog zien in een hoger jaar. De eenheid, zoals je allemaal weet, is Celsius of graden Celsius voor temperatuur. En voor warmte, aangezien het een energieeenheid is, is het ook weer Joule. Ziezo, dit was dit filmpje. Tot zo voor het volgende stuk.